terugkomt op de stelling, Laura. Laura, de stelling was, als je in de jeugdzorg zit, zit je in de problemen. Dani, jij zei van, dat klopt niet. Laura had het gevoel van, dat klopt wel. Maar Laura, ik vind het heel vreemd voor je. Je hebt het mis, maar ik begrijp je wel. En waarom? Kijk, als je in de jeugdzorg zit, dan zijn er problemen. Maar het hoeft niet per se te zijn dat jij problemen, Laura. He? Als het niet gaat met je moeder, door wat zij doet, dan heb je wel een probleem. Maar jij bent niet het probleem. Ik ben Larissa Vollebakker, ik ben 22 jaar en ik woon op plein 5 Wolwiener. Je hebt vandaag gastles gegeven, hè? Dat klopt. En kan je vertellen hoe dat ging? Het ging heel goed. Ik had een tweedejaars VMBO-klas en ze waren vrij stil en heel geïnteresseerd. En ze durfden zelf ook hun eigen verhaal te vertellen. Dat vind ik heel goed. En maar maakte jouw verhaal wat los in de klas? Ja. Ik ben zelf gepest en er was een meisje die ook veel gepest werd en die heeft het treintje losgepinkt. Hallo, ik ben Saraya, ik ben 17 jaar en ik zit in de jeugdzorg. Je hebt vandaag gastles gegeven. Klopt. Ga je vertellen hoe dat gaat? Ja, ik heb met Marcelino les gegeven en daarin had ik een beetje verteld wat mijn ervaringen zijn met... eigenlijk een beetje de 4G's, voordat ik eigenlijk een soort van de 4G's toepaste. En daarbij heb ik verteld hoe ik in zo'n situatie het eigenlijk beter anders had kunnen doen. Denk je dat het helpt, de gastlessen die jullie geven, en op wat voor manier? Ik denk het wel. We hebben een beetje meer informatie gegeven, ze weten wat meer. En misschien dat ze nu ook wat opener durven te zijn dan andere mensen.